The Communities Council of Ministers of Finance and Planning, COFAP, heeft zich gebogen over financiële vraagstukken binnen de Caribische gemeenschap. In de ballroom van Hotel Terrarica is er gisteren, zondag 3 juli, gesproken over de ontwikkelingen van belastingmaatregelen op internationaal gebied en anti-money laundering. De Barbadiaanse premier Mia Motley merkt op dat COVID-19 voor instabiliteit heeft gezorgd in de regio. Wij moeten ervoor waken dat onze burgers hun land ontvluchten op zoek naar stabiliteit. Er moeten volgens haar meer investeringsmogelijkheden geschapen worden om zodoende de omzet in de regio te verhogen en economische ontwikkeling te bevorderen. De Jamaicaanse minister van Financiën, Nigel Clark, benadrukt dat CARICOM haar stem meteen moet laten horen wanneer besluiten vanuit de ontwikkelde landen negatieve effecten kunnen hebben op de regio.